Hey, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag zijn wij in Gieten. Dit ligt midden in Drenthe. Het is een heel mooi dorp om te zien. Ik ben er al even doorgereden natuurlijk. En wij gaan hier nu een run doen van ongeveer 10 kilometer. Dit is een run van Gieten naar Eext en weer terug. Ik hoop dat het een hele mooie, prachtige run wordt. Ik hoop ook dat het droog blijft, want de wolkjes zitten al aardig grauw in de lucht. Maar we zien het vanzelf. Ik zeg tot aan de start. Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone always keep falling in love again. The fuck's wrong with them? I don't understand. Maybe it will pass by, someone save me. For I pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. Two of us. And yeah, I know.
option to be someone else, I would. And like all of you, I know that I'm obvious, fuck it, I made this way. But why didn't I stay when I had the chance? Maybe it will pass by, someone save me. For a pass out, I'm too lonely to be done in my drink at this pace. I could say I was finally over you, but that's not the truth.
Nou, we zitten net iets over de 2 kilometer. Ah, kijk, een paar lieve paardjes. Mooi weilandje. Lekker open veld hier. Nou, ik was na het spatveld Gieten al wel snel uit. Maar ik neem aan dat deze route, want ik heb de avond 4-daagse route van 2016 uitgekozen om te gaan rennen. Dus ik neem aan dat hij nog wel even lekker door het centrum van Gieten heen komt. Ik zag dat we nu zo wat in Eext zaten. Want er stond geen kilometer meer aangeschreven. Dus ik neem aan dat dit Eext is. Ja, leuke oude boerderijtjes. Authentiek dorpje. Heerlijk. Nou, ik ga even verder rennen. En wij zien elkaar zometeen wel weer. Hey, het Rijk der Kabouters. Nou, als ik een keer op toerismevakantie ben, gaan we daar wel eens even langs. Ik zeg tot straks, jongens. Tot straks. Daar is hij dan, het bordje Eext. Goedendag Eext, Rosso's Running Channel is ook aanwezig. En Eext, jullie horen ook bij de club. Heerlijk. Nou, zullen de Eexters blij mee zijn? Of niet dan? Ik ga eens even kijken wat er allemaal te beleven is in dit mooie dorpje. Yo! Thank you.
En kijk, we zijn Eext alweer uit. Nou Eext, alsjeblieft jongen, jullie hebben hem verdiend. Jullie hebben een leuk, fijn dorpje. Het is, ja, het is lekker rustig hier. Mooie vrije natuur. Ik ben zelf meer een persoon die het liefst zo dicht mogelijk in centrums woont. Lekker een beetje lawaai. Daar hou ik van. Maar ja, mensen die erg van rust houden en vrijheid, dan is een dorp als Eext een prachtige uitkomst. Nou, ik zie dat wij een tunneltje doorgaan. Even later maken wij de ommezwaai naar links. En dan zullen we wel weer langzaamaan de kant van Gieten opgaan. Want anders wordt de route geen rondje. Want ik ben er nou eenmaal begonnen. Ha! Nou, jongens. Ik toer verder. Wij spreken elkaar onder het rennen straks vast nog wel even. Ik zeg tot zo.
Something is changing. It feels like it's raining on me. Ach, maar dan heb ik ook weer een geluk. Het zonnetje komt er nog even door. Lekker man. Nog geen regendruppel gezien. Dus ja, de weergoden zijn ons weer gunstig gezind. Ik heb de route wederom goed gelopen. Garmin en ik zijn vriendjes. Want we lopen gewoon niet meer verkeerd. Ja, dat is toch een hele prestatie. Mijn geografisch geheugen is geoptimaliseerd, zullen we maar zeggen. Mooi toch? Oh, lekker zo. Nou, dit is een beetje het gebied volgens mij tussen Eext en Gieten in. Ik weet totaal niet hoe dit dan zou heten. Ja, misschien wel Gieten of Eext. Maar ik heb nog geen bordjes gezien. Anders zat er wel een stickertje op. Na die tijd. Nou ja, volgens mij moet ik nog een kilometertje of vier voordat wij weer bij het sportcomplex van Gieten arriveren. Ik ben heel benieuwd wat voor dingetjes ik nog ga zien. En toch een klein beetje hopen dat wij nog even een stukje centrum van Gieten zien. Want Gieten is wel een dorpje, ik weet het niet zo, maar volgens mij heeft het nog wel een... Capabel centrum. Maar dat zien we straks. Want mijn gevoel zegt dat we alweer een beetje richting de terugweg zijn. Ja, Gieten 2,2 kilometer, zegt de paddenstoel. Nou, dan gaan we die 2,2 kilometer eerst maar eens even doen. Ik zeg tot straks. Oh, lekker zonnetje. Heerlijk. Thank you.
Daar is hij hoor. Het badje Gieten. Mooi man. Hier doen we het voor. Even laten zien dat wij hier ook geweest zijn natuurlijk. Rosso's Running Channel approved. Nou, ja, we zijn nu dus weer in het mooie Gieten aangekomen. En volgens mij is het nog een kilometertje of twee lopen. En dan zullen wij wel weer bij het begin zijn. Nog een groot mega kerkhof hier. Ja, zie je ook niet iedere dag. Zie je liever ook niet iedere dag natuurlijk. Hè? De mindere dingen van het leven. Nou ja, wij zijn hier nog heerlijk levendig gelukkig. En wij gaan eens even proberen ons leventje nog wat gezonder te maken. Door nog een paar kilometer door te hobbelen. En nou heb ik vandaag natuurlijk ook weer het befaamde biertje. En volgens mij heette het biertje wat ik vandaag heb een oehoe. Ja, ja, ik zeg het goed. Een oehoe biertje. Nou, laten we hopen dat ze er geen uil in hebben gedaan. Ik weet niet of uilenvlees nou wel zo lekker is. Vooral in een biertje. Maar we gaan het zien. Bij de finish. Wij gaan nog even lekker door. Tot zo. Do anything for you.
that smile set us leaving behind. Nog een paar bochtjes en we zijn er alweer. Hebben hem weer gehaald. De 10 van Gieten ga ik hem maar noemen. Of niet? Maar dat weten jullie natuurlijk al. Want ja, jullie hebben de titel al gezien. Ik kan mij niet van weerhouden dat elk prullenbakje wat ik zie, om daar even een prachtige sticker neer te hangen. Kijk eens. Luid en duidelijk. Ja, het is, ik heb hier echt door een prachtig mooi gebiedje heen gelopen. Lekker rustgevend ook. Niet te druk. Weinig uitlaatgassen. Goed vol te houden. Ja, al met al was dit tot nu een heerlijke run, zie mijn lach. Ja, hier word ik vrolijk van. We moeten nou even een paar bochtjes om. Maar ik ga ervan uit dat na die paar bochtjes het bijna wel gebeurd is. Jammer genoeg in het prachtig mooie Gieten. Nou, jongens, ik denk dat het nu is tot aan de finish. En wij spreken elkander straks wel weer. Jodel!
Too well. Now I'm playing.
Dat was hem weer. We hebben hem weer gehaald. 10 kilometer. Gieten en Eext. Het was heerlijk te doen. Wij gaan eens even op zoek naar een heerlijk bankje om de afsluiting te doen. Tot zo! Dat was hem dan, de 10 van Gieten. Een heerlijke ronde langs Eext en weer terug naar Gieten, naar het sportpark toe, waar ik op dit moment ook even zit. Het was een voortreffelijk heerlijke run. 10 graden, 11 graden. Het heeft niet geregend. Zelfs het zonnetje begon te schijnen. Die schijnt nu nog een beetje door de bomen heen. Heerlijk. Ik heb mijn sigaartje er alweer bij. Zoals gewoonlijk. Genieten natuurlijk. En vandaag hebben wij meegekregen een Oehoe donker biertje. Kijkt u eens. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Deze dubbelbok is een donker bier met een volle, zachte afdronk en een vleugje koffiesmaak. Nou, een beetje koffie kunnen we wel gebruiken natuurlijk. Het bevat gerstemout, kleurmouten, hop, koffie en gist. Nou, ik ben echt heel benieuwd. We gaan hem even openklappen. Komt-ie? Dat klinkt goed. Hij is ook nog ijskoud. Even kijken of Jampie dit gaat smaken. Oh, dit is een heerlijk koud, vol biertje. Een echte aanrader. Oehoe donker. Onthoud dit. Wat een lekker, lekker biertje. Nou, ik ga er nog even flink van genieten van het pilsje. En wij zien elkaar volgende week weer met een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. En vergeet niet, subscribe, like en druk op het belletje. En ga genieten van alle mooie video's die wij hier maken. Tot volgende week! Jezus, wat lekker. Ik ga hier nog even 10 van ophalen. Hier komt Jampie het weekend wel mee door.